Goedemiddag, u kijkt naar het Weerjournaal van weerplaza.nl. Boven de Noordzee zien we wat velden met sluierbewolking, en dat zijn deze witte dotten. En die trekken geleidelijk aan richting het zuidoosten. De zon die komt er toch best prima doorheen, en ook de komende uren zal het daarom op veel plaatsen vrij zonnig zijn. In het binnenland daar is het wat warmer: zomerswarm op de meeste plaatsen, en in die regio's zien we dan ook wat stapelwolken ontstaan. Het is niet onstabiel genoeg om die stapelwolken te laten uitgroeien tot enkele buien. Dus het blijft waarschijnlijk overal droog. De meerdere buien die zitten in Duitsland en bevinden zich min of meer al in het oosten van Duitsland. Dat zijn pittige exemplaren, maar daarbij ook hagel en onweer. Vanavond dan is het wisselend bewolkt. Het is overal droog en de temperatuur die daalt naar 16 tot 24 graden. De noordenwind zorgt ervoor dat het met name in de noordelijke provincies en in de kustgebieden toch behoorlijk snel afkoelt. Verder landinwaarts dan neemt de wind in kracht af, wordt uiteindelijk zwak en met 23 of 24 graden is het dan nog lang aangenaam. Vannacht brede opklaringen. Lokaal kan een enkele mistbank ontstaan en de wind is op de meeste plaatsen zwak of soms matig, windkracht 1 tot 3 de temperatuur die daalt afhankelijk van waar er een misbank ontstaat en waar er nog wolkenvelden zijn naar zo'n 10 tot lokaal 15 graden. Morgen dan is het op veel plaatsen vrij zonnig. Uiteindelijk komen er nog wel stapelwolken voor, met name landinwaarts. En van noord naar zuid wordt het dan zo'n 21 tot 27 graden. Die grote verschillen nog altijd door die meest matige wind uit het noorden. Zondag een zonovergrote dag, vanzelfsprekend dat het dan overal droog is. We houden die matige noordenwind, dus de verschillen blijven groot. Zo'n 18 tot 21 graden in het noordelijk kustgebied, tot 26 of 27 graden in het zuiden en zuidoosten. Na het weekend dan zien we meer wolken. Maandag blijft het nog droog, landinwaarts ook zomers warm. Maar dinsdag dan is een echte dip. De temperatuur komt op de meeste plaatsen niet heel veel hoger dan 19 tot 21 graden. In de noordelijke helft, met name, is het bewolkt en er kan soms zelfs wat lichte regen of motregen vallen. Dus het is waarschijnlijk de eerste dag in lange tijd dat we nergens meer over de 25 graden heen gaan. Dat is ook te zien in de pluim. De dinsdag is een beduidend koelere dag. Ook de maandag in het midden van het land al wat minder warm. Maar vanaf din na, na dinsdag, dus vanaf woensdag, dan kruipt het kwikker omhoog. Komende zomerse waarden weer in beeld halen we ook weer zomerse waarden in het binnenland en later in de week misschien zelfs weer richting de tropische waarden uh, in het zuiden. In de neerslagplein is wel te zien dat er het een en ander gaat veranderen. De komende dagen blijft het dan nog droog. Dinsdag kan er dus wat lichte regen of motregen vallen. Daarna blijft het weer een paar dagen droog, maar op langere termijn, dan neemt de kans op neerslag weer toe. Mogelijk dat het enkele regen- en onweersbuien zijn, maar dat is op deze termijn helaas nog niet te zeggen. Ik ben Wilfred Jansen voor weerplaza.nl